Mijn naam is Jos van der Knaap. Ik ben raadsgriffier in Gennep hier. We zitten hier in de 400 jaar oude raadzaal. In dit geval is het vrij kort geleden dat de burgemeester zijn ontslag heeft ingediend. En is er te weinig tijd om een procedure nog te starten om een definitieve burgemeester te zoeken. Daar gaat toch al gauw 8 maanden mee heen. Dat betekent dat er voor een waarnemer zal worden gekozen. En in dat geval is de gouverneur, de commissaris van de koning, degene die dit proces vooral gaat regisseren. De gouverneur heeft een gesprek met die vertegenwoordiging uit de gemeenteraad. En die vertegenwoordiging kan aangeven, wij zoeken vooral een burgemeester die daar en daar en daaraan voldoet. Dat soort dingen kunnen we meegeven aan een commissaris van de koning. Maar die gaat dan op zoek naar mensen waarvan hij denkt dat die hier tijdelijk prima in Gennep zouden kunnen passen. Dan komt hij met een voorkeurskandidaat of met een aantal voorkeurskandidaten. En ik ga ervan uit dat de gouverneur zegt van, ik heb hier een aantal kandidaten, ga daar eens mee in gesprek. Dat zullen dan 2, maximaal 3 kandidaten zijn. Ga daar eens mee in gesprek als vertrouwenscommissie, als fractievoorzitters. En geef mij aan wie jullie voorkeur heeft. En als wij die voorkeur dan uitspreken, dan kan het snel gaan. Dan zou de commissaris van de koning, die beslist immers zelf over die benoeming, kan dan heel snel zorgen dat hier een waarnemer zit. Als je vraagt van wat gebeurt er nou als dat lijstje is opgesteld en worden er dan gesprekken gevoerd? Ja, dan is het gebruikelijk dat je als vertrouwenscommissie, aangevuld dus met een gemeentesecretaris en een van de wethouders, misschien meer wethouders, dat je dan op een geheime locatie afspreekt en daar laat je kandidaten naartoe komen. En met die kandidaten heb je een eerste gesprek van 1/2 uur, 3 kwartier. En dan vindt een eerste selectie plaats. En dan kom je tot 2 of 3 kandidaten die je dan graag nog een tweede keer zou willen zien op diezelfde locatie. En dan heb je vervolgens nog een verdiepingsgesprek. Dat kan 1/2 uur, 1 uur duren per kandidaat. En uiteindelijk leidt dat tot een voorkeurskandidaat. Die voorkeurskandidaat en een tweede keuze, die legt de vertrouwenscommissie vervolgens in een besloten raadsvergadering voor aan de gemeenteraad. Dan worden die twee kandidaten, daarvan worden de cv's gedeeld. Er wordt uitleg gegeven door de vertrouwenscommissie waarom de commissie tot de voorkeurskandidaat is gekomen. Die voorkeurskandidaat die wordt doorgegeven aan de commissaris van de koning. Die ziet dus op 1 staan die persoon en op 2 staan die persoon. En als die het daarmee eens is, dan stuurt hij naar de minister van Binnenlandse Zaken een advies van, ik zou het resultaat van de raadsvergadering zou ik overnemen, of ik denk er toevallig anders over en ik zou ze omwisselen, of ik zou een andere kandidaat op 1 willen zetten. Dat laatste gebeurt volgens mij heel zelden. Meestal wordt de voorkeurskandidaat van de gemeenteraad wordt die overgenomen. Hoe gaat dat nou precies formeel? Dan is de handtekening van de koning het sluitstuk voor de benoeming van een burgemeester.